Wist je dat Steve Jobs het allereerste ontwerp van de iPod in een aquarium liet vallen? Dat deed hij niet per ongeluk, nee, dat deed hij juist expres. Want daarmee kon hij aan de designers laten zien dat er nog luchtbelletjes uit de iPod kwamen. En daarmee kon hij aantonen dat de iPod dus nog kleiner gemaakt kon worden. Oh ja, joh.